This is the moment. This is the time. The moment is up and the moment is in right. Give me this moment, this precious chance. Aan goede doelen doet MusicalWorld.tv niet zo vaak. Dat zeggen wij met het schaamrood op de kaken. Wij gaan dus nu meteen de schade inhalen. Wij gaan op bezoek bij de perspresentatie van een benefietinitiatief van Nicky van der Kuip en Jasper Takonis. Waarbij talloze artiesten Mariska van Kolk, Cindy Bell, Henk Gerrits belangeloos meedoen om geld in te zamelen voor een weeshuis in Somaliland. Jij en ik in de kerk. Nou, moeten we vaker doen. Ik ben nog wat op de biechten, Frans. Stichting Amal. Ik moet eerlijk bekennen, Nicky. Gisteren kende ik de stichting nog niet. Nee, en dat is ook juist het doel van deze dag natuurlijk. En van dit grote evenement. Het is ook een kleine stichting. Er zijn maar 7 vrijwilligers die meewerken. En het is niet bekend, omdat het inderdaad niet zo groot is. Nu wordt het bekend, omdat toevallig mijn moeder de voorzitter is en wij daarmee naar buiten komen. Je presenteert Jasper als je partner in crime hierin. Heb je lang moeten aarzelen, Jasper, om mee te doen met Nicky? Absoluut niet. Absoluut niet. Nee, ik wist dat haar moeder hiervoor inzette. Ik was op Aruba toen ze het vroeg. Ze zei, nou, ik weet niet zeker of je terug bent. En gelukkig ben ik terug. Het is zo ontzettend tof om dit samen met ze te doen. Nee, ik heb niet hoeven aarzelen. Je hebt dus wel je connecties, maar ja, je moet ze toch over de streep trekken dat ze hun vrije maandagavond opgeven. Precies. En vele repetitieavonden. Ja. Hoe ben je te werk gegaan? Ja, te werk gegaan, dat is wat ons zo heeft verbaasd. We hoefden eigenlijk maar het woord benefietconcert te zeggen en iedereen was er echt voor in. Wij stuurden alle twee in eerste instantie een WhatsAppje, een groepsbericht naar al je connecties. Ik dacht, nou, als je ze allemaal stuurt, dan krijg je er... Nou, 3, 4, die zeggen ja. Allemaal. Vind jij het je maatschappelijke plicht om naast vertier en vermaak, voor Albert onder andere, je ook met serieuze zaken bezig te houden? Nou, god, kijk, Nicky heeft mij gevraagd hiervoor. En daar hoef ik echt geen seconde over na te denken natuurlijk. Het is heel fijn om inderdaad je steentje bij te kunnen dragen. En wat bijzonder is hieraan, is dat je weet dat het geld wat we ophalen ook daadwerkelijk echt naar Somaliland heen gaat. Vind je dat je dat mag doen? Je bekende persoonlijkheid inzetten voor een goed doel? Ja, ik vind eigenlijk dat je dat misschien wel moet doen. Moet, ja. Als ik heel eerlijk ja? ben. Omdat ik soms vind dat ons vak best wel egoïstisch is. Ja? Ja, omdat je toch... je moet heel veel tijd in jezelf investeren om te kunnen doen wat je moet doen. En het is heel erg op jezelf geprojecteerd. En natuurlijk zit er wel een publiek, maar die betalen om naar jou te komen kijken. Ja, het is gewoon werk. Maar... Ja, ik vind als je dan die positie hebt, dan is het ook wel goed dat je daar ook iets mee kan doen buiten geld verdienen. We leven in een land wat zo
ontzettende welvaart heeft. Oké, we zitten in crisis, ja. Maar wij hebben niet dagelijks honger of geen nagel om je reet mee te krabben. Ik denk dat als het ook maar enigszins kan, dat het heel goed is om dit soort initiatieven te steunen. Dus ja, ik doe dit met heel veel liefde. Als jij zegt, ik krijg veel aanbiedingen om aan goede doelen mee te doen. Wat is dan jouw criterium? Waarop zeg je ja, waarop zeg je nee? Nou, ik ben sowieso wel heel erg enthousiast omdat het zo inderdaad kleinschalig is. Die mensen daar inderdaad misschien maar 10 euro nodig hebben om misschien een maand lang daar te kunnen zitten. Dus voor weinig geld veel effect. Het criterium is ook eigenlijk wel kinderen. Want dat is toch het meeste onschuld die je nog hebt. Ieder goed doel heeft natuurlijk zijn sterke kanten. Maar ik denk wel in mijn beleving dat ik het dan toch inderdaad net als hier in naam van kinderen of voor kinderen zou doen. Omdat die toch de toekomst hebben en net als hier bij deze stichting de dupe zijn van het toedoen van volwassenen. En ik vind dat kinderen puur moeten zijn en moeten kunnen zijn. En als ze worden geboren of er gebeurt iets waardoor dat ze een traumatische ervaring oplopen of geconfronteerd worden met mensen die een traumatische ervaring hebben en daar de dupe van worden en dus zelf ook een trauma oplopen, vind ik het eigenlijk niet meer dan normaal dan dat de westerse maatschappij of wij, als ja, we kunnen dat doen, daar ons ook voor inzetten. Want ja, we hebben de crisis en we hebben, ik heb nog geen werk, maar ik heb wel een uitkering, weet je. Het is er allemaal wel in Nederland, maar daar is er niks. Die zijn afhankelijk van stichtingen zoals deze. Waar is je blauwe vriend? Waar is onze blauwe vriend? Die is op vakantie in Amerika. Die moet nog even in retraite voordat hij zijn Hollandse vuurdoop krijgt. Ja, ergens in augustus komen ze weer lekker deze kant op. Ja, wat was hoe was zijn eerste kennismaking met Nederland? Ja, leuk. En nu, aangezien nu de cast steeds concreter wordt, wordt het ook steeds meer dat je denkt, oh ja, we gaan dit. Het wordt steeds duidelijker welke richting het op gaat. Ja. Dat vind ik leuk met Marjolein bijvoorbeeld, tapen. Die Lucy en Kate gaat doen en Stefan die Nicky en Tracky gaat doen. Ja, dat is wel heel tof. We gaan jou ook in juni zien. Ja, ja, klopt. Ja, we gaan een nieuwe muziektheatervoorstelling maken genaamd Alles of Iets. Met 5 acteurs in de Engelenbak in Amsterdam. En dan met Ara Lici, Daphne Flint, Thomas Kammaert, die zit nu in Ramses. En Nina de Lacroix, dat is een cabaretière. Geschreven door Alain Blom en gecomponeerd door Jeroen Slijver. En geregisseerd door Joep Onder de Linden. Dus dat is wel echt een hele gave groep mensen bij elkaar. De voorstelling gaat over een basis over wat geld doet met mensen. Je hebt 2 koppeltjes, dus 2 stelletjes die meedoen aan de lotto. En een van die 2 die wint dus daadwerkelijk een heleboel geld. En wat gebeurt er dan? Worden mensen hebberig? Worden mensen... Wat doet dat met je relatie? Wat doet dat met je leven? Geeft het je mogelijkheden? Maar is het nou juist beter om het wel of niet te winnen? Dus er zit weer een hele psychologische lijn achter die heel interessant is. Daarnaast wordt het natuurlijk met een dosis cynische humor en mooie liedjes weer gewoon een voorstelling die denk ik wel weer heel erg in de lijn van de vorige 2 gaat zitten. Nou ja, wie weet komen we langs. Nou, wie weet. Doe gewoon. Kom gewoon lekker langs. Dat een nummer van Dr. Jekyll en Mr. Hyde wordt gezongen en iets van Whitney Houston. Ja. Heb jij al een idee voor jouw persoonlijke bijdrage? Ja, ik heb bij Musicals in Concerts 2 heb ik een liedje gezongen van En het leven gaat door.
Dat betekent dat zingt een meisje die zwanger is, die haar moeder is verloren, maar zij ook nog niet weet of het een meisje of een jongen wordt. Dus het leven gaat maar door. Het gaat maar door. Moeder, kind, dochter, 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 zoon, zoon, zoon. Ik had wel bedacht om iets te doen waar ik denk me gewoon heel erg lekker bij te voelen. Dus het wordt waarschijnlijk, en dat is een beetje in de trant van waar we nu zitten natuurlijk met Ramses en Lisbeth, om het toch klein en Nederlandstalig te houden. Gewoon niet eens uitpakken, maar gewoon eens even een beetje vertellend. Het is niet zo van we gaan weer even zitten bij een musical sing-along. Nee, het is, we hebben popmuziek juist, we hebben Nederlandstalige muziek, we hebben soulmuziek, we hebben een beetje Afrikaans tintje eraan. Ik denk dat het wel belangrijk is dat de mensen niet een te zwaar beladen aan, dat ze ook wel... dat er veel variatie in zit. Ja. En ik denk wel dat het gaat gebeuren, want er zijn zoveel artiesten die meewerken, zoveel verschillende artiesten, ja, dat er ook veel variatie in zal zitten. Natuurlijk zitten er zwaar beladen nummers bij. Er zullen ook veel musical nummers zijn, of het algemeen zwaar beladen natuurlijk. Maar ook mooie liedjes. En ik denk ook, je moet af en toe ook eventjes dat publiek ook even lucht kan. Er komt ook een kinderkoor, professioneel kinderkoor. Er is een trio, Forte, met Jeroen Faf en Rolf van Rijsbergen en Rijn Koppa. Die hebben ook weer een heel ander genre en die zingen in het Italiaans. En ja, je krijgt een beetje van dit en een beetje van dat. Ik ga heel leuk een liedje zingen. Ah. Ja. Heb je al in je hoofd wat je gaat doen? Of moet dat door een ballotagecommissie? Nee. Genaamd Nicky van der Kuip? Nee, ik weet wel wat ik ga doen en ik weet ook met wie ik het ga doen. Ah. Daphne en ik, Daphne Flint en ik, ja, wij gaan een duetje zingen. Ja. Leuk, hè? Zegt die geheimzin. Ik weet nu niet zo heel lang dat ik hier aan mee ging doen. Dus ik heb gezegd, kijk maar eventjes wat voor gaten er vallen, wat jullie nog een beetje missen. En dan probeer ik of ik die dan op kan vullen. Dus misschien moet ik wel... maar dat weet ik niet. Dat zullen we zien.